afscheidsritueel na die 2 weken was als volgt. We zaten in een kring met 40 mensen. We kregen allemaal een wit lapje, een naald en een draad. En we deden geen afscheidswoord. We zetten een steekje op een lap. En ik liep naar iemand toe, hè, wie ik samengewerkt, overhandigde ik dat lapje. En jij zet jouw steek daar weer op. En zo ontstonden er afscheidsgesprekken op lap. Dit ben ik eigenlijk nu ook gaan doen hier in mijn installatie. Die heet Echo of Sushu. De doeken zijn heel dun en ik wil heel graag dat je er tussendoor loopt. Want het is juist mijn bedoeling dat die doeken bewegen. En je ziet hier en daar steken door mij opgezet. En die steken, dat komt uit het onbewuste. Ik probeer wel terug te gaan op het moment waar heb ik die foto genomen. Hoe voelde ik me? Hoe was ik? Dus daar zit dan ook iets van dat gevoel in. Of die draad wordt strak aangetrokken of hij hangt gewoon los. Maar dat is gewoon heel intuïtief. Het geluid moet de installatie versterken. Hier begint het verhaal, de reis, de man op de fiets die door de stad rijdt, langs de markt komt, langs woonwijken. Dat hoor je dus ook in geluid tot je daar eindigt. En het is juist leuk om er langs te lopen, zodat het beweegt. Dat het dus ook een echo is en iets wat ik niet meer kan grijpen. En dat juist in die hele solide, middeleeuwse, versteende kelder. Dus loop er tussendoor en ja, ga die reis aan.